Ik ben bang dat ik toch even een zonnebril op moet zetten, want oh man, ik krijg echt van die knijpoogjes. En het grappige is, toen ik deze podcast wilde gaan opnemen, dacht ik meteen, het is een beetje gek als ik dat in de hangmat ga opnemen. En dan begint eigenlijk die innerlijke dialoog al, hè? Dat is echt een beetje de stem van je innerlijke criticus, in het geval de mijne. Die zei van, dat kun je niet doen vanuit de hangmat een video opnemen. Want dan lijkt het alsof je maar een beetje aan het luieren bent en niks nuttigs doet. Het ging even wat anders dan dit, maar wel een beetje een variant hierop. En misschien herken je het wel. Ik had gisteren met een klant, zaten we lekker buiten. En toen zei hij op een gegeven moment, en die man is eigenaar van het bedrijf en directeur. Dus het is van hem, hij kan zelf bepalen wat hij doet. Hij heeft het zodanig opgebouwd dat hartstikke veel gezinnen ervan kunnen eten, om het zo te zeggen. En toch zei hij dat hij nog regelmatig het gevoel had dat als hij eerder naar huis ging om met zijn vrouw op pad te gaan of een stukje te fietsen of ergens een terrasje te pakken, dat hij dan de hele tijd het gevoel had dat hij aan het spijbelen was. En dat op het moment dat hij bijvoorbeeld een afspraak had bij de tandarts, of hij had een andere afspraak waarvoor hij niet naar kantoor kon gaan, zeg maar, dan had hij dat gevoel niet. Want dan was het een soort van legitieme of valide reden om afwezig te zijn. En zo hadden we het er samen over dat vrijheid vooral in je hoofd zit. En dit wordt misschien een beetje een filosofische podcast met zonnebril. Ik, nogmaals, ik weet het is wat minder persoonlijk, maar ik krijg echt van die tranenogen. Ik weet niet. Ah. Dus, ze zeggen ook wel eens dat als je lichtere ogen hebt, ik heb dan blauwe ogen, dat je minder pigment hebt. En dat je daardoor wat minder goed tegen het felle zonlicht kan. Nou, ik weet niet of het waar is, maar ik vond het wel heel plausibel klinken. Nou, anyway, deze podcast gaat over een aantal dingen, daarom noem ik hem bijna wat filosofisch. Ik weet, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Oh, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik lag dus in de hangmat. Nu niet nog steeds, maar wel alweer. En ik weet niet hoe laat het was. Volgens mij was het 3 uur of zo. Mijn oortje valt uit. Wacht even hoor. Oh. En daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Want ik ben doof aan mijn linker oor. Maar volgens mij als je uitvalt, stopt die volgens mij ook met geluid opnemen. Dat weet ik nog niet. Oh nee, er zit ook een extra microfoontje in. Daardoor heb ik ze om hopelijk de geluidskwaliteit steeds verder te verbeteren voor jou. Hij gaat uitvallen, wacht even. Maar anyway. Wacht even hoor. Ah. Oh. Oké, hij zegt nu noise cancelling. Ambient aware. Dat laatste weet ik niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar ik ga er maar even vanuit dat ik nog steeds aan het opnemen ben. Ja. Goed, dat was wel een hele lange intro, hè? Nou, anyway, ik lag dus in die hangmat. Ik had gewerkt tot 1 uur of 3. Al zou ik dat eigenlijk nooit meer zo per se noemen, gewerkt. Ik noem het zo, omdat mensen dan een beeld erbij hebben. Maar sinds ik ondernemer ben, past dat woord gewoon niet meer bij me. Maar goed, anyway, ik had besloten. En dat, ja, komt af en toe voor dat ik dacht, ik ga er gewoon mee stoppen. Ik doe het voor zo, want ik kan misschien de wind een beetje tegenhouden qua geluid. En ik ga gewoon even in die hangmat liggen. En daar lag ik dan. En toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk een tijd verspild in mijn leven? Door me overal zo druk over te maken. Maar ook door mezelf niet toe te staan om te genieten. Dat is nog steeds wel een valkuil van mezelf. Ik weet niet of jullie dat herkennen, dat je een hele sterke innerlijke pusher hebt en een verantwoordelijke kant en een kant die altijd maar nuttig wil zijn. Het is ook een beetje het werk van die innerlijke criticus waar ik het eerder over had. Een beetje de normen die je hebt voor jezelf. En nogmaals, de betekenis die je geeft aan alles wat je bijvoorbeeld van jezelf moet of waar je aan zou moeten voldoen. Wanneer je bij wijze van spreken je bestaansrecht verdient. Dat klinkt meteen wel hoppa naar de kern, maar daar gaat het meestal wel over. En dat is leuk, ik heb het er met mijn dochter veel over. Zij doet Enneagram coaching. Dat doet ze ook voor een aantal klanten van mij. En ze heeft dat bij mij heel intensief gedaan. Ik ben echt wel een beetje een van haar eerste proefkonijnen geweest.
Ik heb het nog steeds zo. Ik hoop echt dat het. Ik ben nog steeds aan het experimenteren, hè, om jou de beste geluidservaring te geven. Nou, niet de beste, maar wel een betere dan dat was. Anders zat ik nu in de studio, hè, met geluidsdichte wanden en de microfoon die professioneel is, maar die dus nu in mijn bureau ligt. Maar goed. Lisa doet Enneagram coaching. Dat wil zeggen dat ze samen met mij dus in dit geval heeft gekeken naar wat is mijn Enneagram type. En zij heeft ook bijvoorbeeld MBTI en zo gedaan. En met als doel om ervoor te zorgen dat ik minder in mijn valkuilen terechtkom. En meer profiteer van de goede kanten van mijn persoonlijkheidstype. Eerder wilde ik eigenlijk er niet aan wat voor type ik ben. Omdat ik het nogal tuttig vond. Ik dacht, het heet ook de perfectionist, dat ik dacht, dat heb ik helemaal niet meer zo. Toen keek Lisa me een beetje aan, dacht ik, oké. Maar, dacht ik, oké. Ze zei ook heel vaak, of niet heel vaak, kom je erachter dat type wat er bijvoorbeeld uitkomt, hè. Zij doet geen testen, maar ze doet het echt in een gesprek. Ja, dat je soms wat weerstand voelt bij de dingen die je eigenlijk niet zou willen zijn. Zoals wat ik zei, dat tuttige. Maar laten we eerlijk bekennen, dat heb ik al wel degelijk in mij. Maar anyway, het type, het Enneagram type 1, waar ik me dus inderdaad wel heel erg in herken. Die heeft een soort van kernovertuiging dat, dat je vooral heel goed je best moet doen. En het liefst alles perfect wil doen, maar je moet het vooral goed doen. En dat type heeft ook nogal rigide, absolute normen over wat dan perfect en goed is en dat soort dingen. En ja, dan ben je misschien nog wat meer geneigd om altijd maar bezig te zijn en vinden dat je nuttig moet zijn. Maar goed, dat combineert nu met dat Enneagram, omdat dat in één keer me opkwam, dat ik dacht dat is zo mega interessant. Maar het is niet mijn expertise, dus ik zal je ook even niet verder vervelen met dingen waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van heb. Ik heb het wel in mijn opleiding gehad, maar heel kort eigenlijk. Dus als je daar meer over wil weten, dan ik zet het, haar website hieronder wel even. En je mag ook via mij contact opnemen hoor. Misschien willen we wel combineren met het online programma wat je al bij mij aan het doen bent of een coaching. Dan, nou, je weet me denk ik wel te vinden. Anyway, ik dacht dus van wat heb ik me in vredesnaam toch druk gemaakt? En in zekere zin doe ik dat nog steeds. Maar dan op een ander niveau en over andere dingen. Want ik heb het veel met vrouwen erover. Ik ben nu 48. Van dat er soms een stukje weemoed is, hè, van vroeger. En dan gaat het bijvoorbeeld over uiterlijk. Dan word je nog geen rimpels en dat soort dingen. Maar dan. Meestal ben ik redelijk ontnuchterend daarin. Dat ik zei van, maar hoe voel jij je dan in je twintiger jaren? Of in je dertiger jaren? Was je tevreden met jezelf, met je uiterlijk? En de meeste vrouwen zeggen nee. Want ik had toen ook al heel veel kritiek op mezelf. Ik ook hoor. Ik had best wel veel onzekerheden. En ik had best wel heel erg oog voor de dingen die zeker niet perfect waren. Die ik niet goed genoeg vond aan mezelf. En dan is het zo grappig dat je dan bijvoorbeeld op een gegeven moment ouder wordt en daarop terugkijkt met weemoed. Dat in essentie helemaal niet zo klopt. Want misschien had je toen wel een strakker lichaam. Hè? Want ja, rimpels die komen op een gegeven moment bij de meeste mensen, laten we het zo zeggen. Maar, wat vind je dat ding uit? Was je helemaal niet tevreden met jezelf? En, gaat hij weer tegen me praten? En nu ben ik 48, ik wilde zeggen 49, maar dat is nog niet zo. En dan zal ik misschien op mijn 69ste wel weer terugkijken op de tijd nu. En dan zou ik mezelf voor mijn kop kunnen slaan, voor mijn gerimpelde kop, van waarom heb ik me toen zo druk gemaakt? Hè? Maar toen kon ik nog een jurkje aan, je kan nog steeds een jurkje aan op je 69, hè? Laten we dat eventjes goed beseffen. Maar volgens de regels van onszelf vinden we dat vaak. Niet helemaal meer. Of dan gaan we letten op alle onvolkomenheden. Ik heb een nieuw woord bedacht. Maar het gaat nu over uiterlijk. Maar we kunnen het over allerlei dingen hebben. Want dat kan gaan over dat je druk maakt over wat er allemaal nog moet gebeuren in huis. Dat je druk maakt over alles wat nog allemaal op je to-do-listje staat. En wat afgemaakt moet worden.
druk maken over wat anderen van je vinden, dat is echt ook een tijdverspiller. Je druk maken over wat anderen vinden. Weet je, je kunt je over zoveel dingen druk maken. En daar wou ik het even, mijn moeder zegt altijd, wouden zijn bossen. Daar wilde ik het even over hebben. Want in mijn coaching leerde ik ergens in het begin dat motivatie uit twee bronnen komt. De eerste is urgentie en noodzaak. De pijn die je voelt. Hè? En de tweede is verlangen. Het innerlijk vuurtje, om het zo te zeggen. Iets wat je heel graag wil. En ze zeiden ook, je kunt heel erg gaan sturen op pijn. Want daarmee help je mensen wel om in beweging te komen. En ik zal je zo leren hoe je dat bij jezelf kan doen. Want dat kan echt, echt waar enorm helpen. Ik heb zelf de voorkeur om... ik hoop echt nogmaals dat het geluid goed is. Want ik zit hier gewoon een beetje op de podcast. Even kijken hoor. Misschien moet ik even naar binnen gaan. Ik heb wel software die dan de ruis eruit haalt. En mijn telefoon doet dat blijkbaar ook. Maar het is toch het beste als het in de bron het beste opgenomen is. Nou, ik doe nog even een poging. Even kijken hoor zo. Waar zit de microfoon? Hetzelfde kan ik deze helemaal niet plaatsen. Maar goed, we gaan gewoon even vrolijk verder. En nu ben ik even kwijt waar ik het nou over had. Echt, wat het oortje weer uit. Echt zo irritant. Wacht even. Het druk maken, daar ging het over. Hè? Moet je niet eens druk maken over die oortjes die elke keer uitvallen. Zonder van je tijd, ging ze weer tegen me praten. Anyway, ik moet toch eens opzoeken wat ze daarmee bedoelt. En nou ben ik weer afgeleid. Nou, ik hoop dat je er nog bent. Want misschien herken je dit allemaal wel. Oh ja, sturen op pijn. En ik probeer zoveel mogelijk te sturen op verlangen. En daar heb ik natuurlijk wel redenen voor. Omdat verlangen is een veel fijnere plek om in beweging te komen. En dat is echt dat innerlijke vuurtje. En er zit, dat gaat ook gepaard met positievere emoties vaak dan pijn, zullen we maar zeggen. Nou, dat klinkt nogal logisch. Maar hoe kun je het nou in je voordeel gebruiken? Nou, eigenlijk hoef je alleen maar even naar mijn website te gaan, wendyborst.nl. En dan moet je wel even een stukje scrollen, want je hebt eerst een lijst met allemaal klachten en vraagstukken waar mensen bij mij mee komen. Die heb ik ooit allemaal uit de mail gehaald, die ze me eerder stuurden voordat ik een online agenda had. En de dingen die natuurlijk mensen zeggen. En dan scroll je even door en dan zie je op een gegeven moment iets staan over een tijdreisje. Want dan heb je hem nog eventjes op papier. Misschien kan ik hem wel even voor je kopiëren. Maar goed, je kunt hem in ieder geval op mijn homepage vinden. En dat tijdreisje, dat neem je even mee naar een moment over een jaar. En stel dat je bepaalde klachten hebt, die je hebt ergens last van. Of bepaalde wensen die je maar niet gaat opstarten om die in vervulling te laten komen. Je blijft twijfelen. Je blijft perfectionistisch, te weinig tijd voor jezelf, je gezin, je kinderen, je hobby's om na te denken, beslissingen te nemen. Nou, whatever, wat het ook mogen zijn. Maar je blijft doen wat je doet. Je leven gaat door zoals het nu is. Je blijft misschien wel heel erg druk zijn en de waan van de dag die regeert. Het blijft misschien zo dat je heel erg dopamine verslaafd bent, op je telefoon zit, geen rust in je hoofd krijgt. De hele tijd wel weet dat je allerlei dingen zou willen doen, maar er niet aan toe komt. Je blijft toegeven aan de wens van anderen. Misschien blijf je mopperen en ruzien in je relatie en twijfelen. Misschien ben je wel uitgeput en heb je alleen nog maar zin om Netflix te kijken, terwijl je eigenlijk aan jezelf zou willen werken. Of wat het dan ook is. Ik kan een uur hierover doorpraten, maar je hebt wel een beeld. Hè? Probeer dan een voorstelling te maken dat je niets doet. Het blijft zoals het is. Meestal wordt het dan ook erger. En over een jaar kijk je terug op het afgelopen jaar. Bij wijze van spreken heb je weer een jaar verspeeld zonder iets te doen wat je wilde doen. Zonder stappen te zetten. Waar heb je dan het meeste spijt van? En ik kan hem zo meteen nog wat ernstiger maken, maar laten we eerst even hierbij kijken. Als ik even met je meedoe, dan heb ik spijt dat ik mezelf niet een grotere schop onder mijn kont heb gegeven
om mijn community, om de laatste stappen te zetten. Ik ben een community aan het maken. Ja, bouwen, dat is helemaal niet zo. En ik maak gebruik van een platform. Maar het is nog wel een werkje. Dus ik zou mezelf echt zo'n mega harde schop geven. Omdat ik gewoon aan het uitstellen ben. Waar zou ik nog meer spijt van hebben? Van de momenten waarop ik weet dat ik wat meer diepgang in mijn persoonlijke relaties kan stoppen. Dat klinkt gek, maar misschien snap je wat ik bedoel. Maar op dat moment ervoor kies om toch voor het gemak te gaan. En zoals met Ayan samen een serie te kijken of klussen in en om het huis te doen. Dat is ook verbinding. Maar nu denk ik, ik heb gewoon behoefte aan om even weer wat diepere gesprekken te voeren. En ik zou over een jaar spijt krijgen als ik te veel voorrang zou hebben gegeven aan in en om het huis dingen. En een beetje dat soort dagelijkse dingen. Nou gaan we daarvoor ook morgen uit eten. Om gewoon samen te zitten met onze wishlist bezig te zijn. Want ik heb dit al eerder gedaan. Van waar zou ik spijt van krijgen over een jaar? Waar zou ik nog meer spijt van krijgen? Nou, dat ik niet meer heb genoten van de momentjes waarop ik de ruimte en de gelegenheid en de tijd had om te genieten. Dat doe ik nu ook meer. En dat komt ook omdat ik deze vraag aan mezelf gesteld heb. En ik zou spijt hebben als ik niet de dingen zou doen die op mijn wishlist staan voor de komende maanden. Nou, ze staan op mijn wishlist, dus daarom ga ik ze ook doen. Maar stel dat je mij dit 10 jaar geleden had gevraagd. En die vraag heb ik toen ook aan mezelf gesteld. Dan zouden er heel andere antwoorden uit krijgen. Dus dan zou ik bij wijze van spreken echt heel erg die spijt hebben gevoeld. En heel erg verdrietig zijn. En ook heel veel schuldgevoel hebben. Vooral ook naar mijn dochter en mijn familie en mezelf. Dat ik de tijd voorbij laat razen. En het drukste ben met allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Maar in mijn hoofd urgent en belangrijk zijn gemaakt. Hè, de to-do-lijst en de eisen die anderen van mij leken te hebben. Dat gewoon, nou. Dus ik ben wel even benieuwd hoe dat met jou is. En ik zal je vertellen hoe je het... Hoe je dit voor jou kunt laten werken. Want in een coaching is het de basis eigenlijk het stellen van goede vragen. Dus als je voor jezelf eens beseft, misschien nu, dat je even kijkt van, goh, wat is nou iets bij mezelf, in mezelf of in mijn leven, of in mijn werk of in mijn relatie, waar je last van hebt, waar je vanaf wil of wat misschien je levenskwaliteit wel beïnvloedt. Elke keer terugkomt je druk maken, perfectionisme, pleasen, druk zijn in je hoofd, niet kunnen ontspannen, geen stappen zetten om een beter leven of een betere relatie of een beter werkomgeving of wat dan ook te hebben. Ja, misschien op de automatische piloot leven, dus kijk maar even wat dat voor jou is. Desnoods schrijf het op, dat is nog krachtiger. En sta er dan even bij stil. Wat daarvan de nadelen zijn. Als je niets doet. Maar ook welke andere problemen heb je hierdoor. Want er zijn vaak gevolgproblemen. Als je te weinig aandacht hebt en tijd voor jezelf. Dan kan het zijn dat je te weinig oplaadt. En een korte lontje hebt naar de mensen van wie je houdt. Dus kijk even naar de gevolgen. Van het feit dat je blijft waar je bent. En dat je... de problemen hebt die je op dit moment hebt. Of de klachten of whatever, hoe wil je het noemen. En kijk dus ook even naar de gevolgen. En vooral ook de gevolgen op de wat langere termijn. Als je niets zou doen. Geen actie zou ondernemen. En blijf dat even doen. Probeer goed voor jezelf na te gaan. Wat de nadelen zijn. Voor jezelf, voor je omgeving. En waar je spijt van zou hebben. Over een jaar... aan het einde van je leven. En ik hoop natuurlijk dat dat nog heel lang is. Maar ook dat, hè. Het is niet vanzelfsprekend. Maar heel vaak leef je wel conform dat idee of zo. Dat het vanzelfsprekend is. En daar gaat hij weer. Dit zijn echt ook de kleinste dopjes.
Gewoon mini-oortjes. Zo. Oké. Beetje. Piepklein beetje hoor. Ik hoor ze nog niet erg meer. Maar vertel ik je ook wel eens over hoe ik dat met behulp van het placebo-effect en heel erg met mindset veranderd heb. Maar goed, dat is een andere podcast. Dus wordt het allemaal wel heel verwarrend. Gaan we nu even schakelen naar het verlangen. Want stel dat je nu wel wat zou doen. Ik hoef jou ongetwijfeld niet te vertellen wat voor dingen je zou kunnen doen om verbetering aan te brengen. Of om je problemen op te lossen. Of om bewuster te leven. Of om je relatie te verdiepen, te verbeteren met jezelf, met de mensen om je heen. Waarschijnlijk echt zit ook elke haar in mijn gezicht. Weet je het wel? En als je het niet weet, dan weet je dat je ergens misschien informatie op kunt halen. Of een boek leest. Of een cursus gaat doen. Of een coach gaat bezoeken. Of whatever. Of met iemand praten. Dus bedenk even waar je dus last van hebt. En als je wel stappen zou nemen om te onderzoeken wat je wil in je leven. Bijvoorbeeld of in je werkrelatie. Of eigen bedrijf beginnen. En dan doen we datzelfde tijdreisje. En je hebt het wel gedaan. En over een jaar, hoe ziet je leven er dan uit? Waar ben je dan? Hoe voel je dan? Hoe leef je dan? Wat zouden de voordelen zijn van veranderen? En kijk daarbij ook verder dan alleen jou. Dus wat zouden voor jou de voordelen zijn? Stel dat je gezonder gaat leven. Je gaat beter voor jezelf zorgen. Je gaat meer slapen. Of je zet die stap om voor jezelf te beginnen. Je gaat leren hoe je meer rust kunt creëren in je hoofd. Kijk even naar de voordelen voor jou, maar kijk ook naar de voordelen voor je omgeving, de mensen om je heen. En net als we net zeiden, als je slecht voor jezelf zorgt en andere behoeften van andere mensen voor laat gaan en je gaat offeren, dan ben je moe, kan je vaak niet meer helder nadenken. Heeft allerlei gezondheidsproblemen vaak. Je ziet het ook vaak, hè. Zeker als je 48 bent, dan zie je dat vaak nog even net even wat meer dan toen je 20 was. Maar je hebt een korte lontje. Misschien je kinderen, je partner. Misschien gaat de promotie aan je voorbij. Want ja, dan kun je ook niet meer helder denken. Probeer even weer dat terug te halen. En wat zouden de voordelen zijn als je er wel iets aan zou doen? Voor je omgeving. Als je geen kort lontje meer hebt. Je hebt meer aandacht. Je bent met je aandacht erbij. Want dat had ik wel eens. Dan ging ik met Lisa op pad. Dat deed ik ook vaak bewust om uit mijn hoofd te komen. Ik was alleenstaande moeder voor een groot deel. En dan kwam ik, haalde ik haar uit school op. En dan kwam ik bijvoorbeeld in de kinderboerderij. En ja, was het uber gelukkig dat ik daar met mijn dochter was. En vaak nam ze ook vriendjes en vriendinnetjes mee. En dan moest ik vaak even schakelen. Ik deed dat soort dingen juist op pad gaan. Nogmaals om uit de omgeving te trekken van waar ik nog allemaal dingen moest doen. Of we gingen wandelen naar busloze recreatiegebied. Maar ik moest soms even schakelen om ervoor te zorgen dat niet alleen mijn lichaam daar was, maar ook mijn hoofd. En als ik dat niet deed, dan had ik schuldgevoel en spijt. En nou, dat soort dingen. Dus probeer je voor te stellen wat het dan ook mogen zijn bij jou. En laat het weten wat het is. Dan kan ik daar misschien een beetje op inspelen met mijn community en mijn podcast en mijn video. Ik doe zo gewoon even met je mee, oké? Ik doe met je mee. Laten we niet blauw doen. Volgens mij is dat een beetje de kern van wat ik doe. Dat ik best wel behoorlijk open ben. Even kijken. Maar probeer maar eens te kijken wat de voordelen zijn. Als je weer tijd voor jezelf neemt. Als je leert om te ontspannen. Want dat is ook iets wat heel veel mensen zeggen. Dat dopamine, de rush, bijna niet meer mogelijk is om voor je gevoel even niks te doen en daarvan te genieten. Dat het hoofd maar altijd aanstaat. Maar wat zouden de voordelen zijn als het beter met je gaat en meer ontspannen bent? Misschien bloeit je relatie heel erg op. En ja, heb je veel minder last van schuldgevoel en spijt. En als dit jou lukt, dan kun je nog één stapje dieper gaan door
je echt voor te gaan stellen. Ze zeggen vaak visualiseren. De een is daar beter in dan de ander. Ik denk dat ze allemaal goed in. Ik train mensen ook, omdat ze denken dat ze er niet goed in zijn, maar dat blijken ze wel te zijn. Maar probeer ook de geluidjes misschien eraan toe te voegen. Ja, of de geuren. En dat gevoel wat je hebt. Hè. Probeer ja, dat beeld op te roepen, inclusief de zintuigelijke ervaringen behalve je ogen. Kijk maar wat lukt. Het is toch niet perfect, zeker niet. Maar ik heb beloofd om met je mee te doen. Dus stel dat ik nu wel die grote schop onder mijn kont geef. Ik zie mezelf dan een schop onder mijn kont met slippers. En die vliegen over het gras. En ik ben dus echt duidelijk wel een beelddenker. En ik ga morgen, die dag heb ik er ook voor gereserveerd, die fucking community lanceren. Want ik kan heel snel werken en het zit al helemaal in mijn hoofd. Ik moet alleen die schop onder mijn reet geven. That's all. En dan, als ik dan een jaartje verder ben, of misschien 5 maanden of zo, of een paar weken. En ik zie, mijn dochter publiceert daar dingen op en helpt mensen, inspireert mensen. Rachelle Verhagen, dat weet ze nog niet, dat ik haar daarvoor ook ga vragen. Van Mindshifters, wat we samen doen. Dingen aan het doen. Ik ben daar filmpjes aan het maken en mensen aan het helpen. En we doen Q&A's. En ik heb dat eerder namelijk gedaan, maar dan in een WhatsApp groep. Maar ik werd knettergek van die WhatsApp dingen. Maar ik dacht wel, het was wel een heel groot succes. Qua ja, de connectie die onderling was. Het ging over de wet van de aantrekkingskracht. En de kracht en potentieel van je bewuste en onbewuste brein. En de berichtjes, het was zo ontiegelijk gaaf. Het was een soort mastermind vibe. Heel veel energie en positiviteit en elkaar helpen. En het was zo erg gaaf. En ik werd alleen even, het medium WhatsApp vond ik wel heel lastig. En er kwam op een gegeven moment iemand in de groep. En toen besefte ik waarom het slim is om wat regels door te nemen. Of wat, nou niet per se regels, maar wel gewoon afspraken die je met elkaar maakt. Hoe je met elkaar omgaat. En het was nogal behoorlijk seksueel getint, zeg maar. En ik was echt in een soort shock of zo. En daardoor liep de hele energie weg door mij, hè. Door mijn reactie daarop. Dus, en dat is zonde. Maar toen dacht ik wel, ja, maar ik zou het in een andere vorm willen gieten. Niet WhatsApp. Dat is gewoon op de een of andere manier, maar niet mijn lievelingsmiddel, kanaal. Maar als ik het wel doe, ik zie voor me ja, hoeveel meer diepgang ik met de mensen heb die naar mijn podcast luisteren, naar mijn video, die bij me in de praktijk komen. En die ook zeggen, die bijvoorbeeld nu strippenkaart bij me afnemen en het fijn vinden dat er tussentijds contact is, dat echt heel erg kan helpen op het moment dat je ergens mee struggelt of even de moed laat zakken, of niet gemotiveerd bent, of een specifiek vraagstuk hebt, of een probleem. En dat kan in allerlei situaties zijn. Dat kan zakelijk zijn. Ik heb ook mensen die in een scheiding liggen, of die willen manifesteren met behulp van hun brein en de wet van aantrekkingskracht, maar die even uit die vibe komen. Ze zeggen ook altijd, je wordt het gemiddelde van de 5 à 6 mensen met wie het meest omgaat. En dan is het fijn dat je mensen een beetje om je heen hebt waar je een beetje aan op kunt trekken. Dus ik zie dat ook voor me. En ik zie ook voor me dat er mensen in de community zitten die helemaal niks delen. Maar die zo enorm genieten en zoveel hebben aan het lezen en het luisteren. En kijken hoe het bij anderen gaat. Hè? Want dat is me de laatste tijd met name ook door Lisa's coaching ook heel duidelijk geworden. Dat ik heb ook veel introverte persoonlijkheden in mijn praktijk. Ook extraverte en ambiverte. Maar die zeggen, ik vind dat wel fijn, maar ik heb niet altijd de behoefte om echte interactie op te zoeken. Maar ik hou er wel van om een beetje aan de zijlijn te kijken. En dat geeft me een goed gevoel. Een stukje herkenning en erkenning. En soms delen ze wel wat. Dus dat is ook iets wat ik heel graag zou willen faciliteren. En ik voel het gewoon, hoe het zou zijn als ik dat zou doen. Nou, en dat is eigenlijk ook wat ik hoop jou nu mee te inspireren in deze video. Van, probeer het eens. Probeer eens te kijken wat er gebeurt als je bij jezelf de pijn even vergroot. Hè. Nogmaals, je kunt naar mijn website gaan, wendyborst.nl, voor die vragen. En als je dat hebt gedaan
en de nadelen ook echt even gevoeld hebt. Het is wel echt een bewustwordingsmomentje. Dat je dan gaat kijken wat de voordelen zijn van veranderen. Als je wel stappen zet. En het hoeft geen grote stappen te zijn. Als je gewoon elke dag constructief daarmee bezig bent. Dat heb ik ook aan mijn community gedaan. Alleen nu het laatste stukje. Daar loop ik een beetje te emmeren. En ik heb ooit al eens gezegd toen ik zelf een coach had. Ik heb altijd coaches zelf ook aan. Nog steeds hoor. Maar dat is al jaren geleden. Toen ik mijn manuscript aan het schrijven was. Van een boek dat niet uitgegeven is. Maar goed, dat maakt niet uit. Het manuscript was wel af. Toen zei ik tegen hem. Het is net alsof ik op een weiland sta. Voor een hekje. En achter het hekje. Wat open is. Ik hoef geen slot of zo open te maken. Daar ligt mijn succes. En toen vroeg hij. Wat doe je daar? Toen zei ik. Ik keer om. En ik loop weer terug. En dat is nu ook een beetje. Dat hoor ik wel vaker. Andere mensen ook zeggen. Dat je er zo'n stukje vanaf bent. En dan stopt. En dat is nu met de community ook. Dus. Nou. Ik hoop dat je hier wat aan had. En vond je deze video leuk of waardevol. Laat het even weten. Doe een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn YouTube kanaal. En misschien luister je deze podcast via Apple, Spotify of SoundCloud of whatever wat. Maar wil jij mij een plezier doen? Zou jij op Apple bijvoorbeeld even willen gaan naar, volgens mij heet het daar beoordelingen. En daar een aantal sterren indrukken wat je mijn podcast waard vindt. En helemaal leuk als je een tekstje bij schrijft, maar dat hoeft niet eens. Je kunt het gewoon zo sturen. En op Spotify kan datzelfde. Kun je ook, ik weet niet of daar een review heet of beoordeling. Maar dan kun je ook het aantal sterretjes aantikken wat je mijn podcast waard vindt. Ik hoop natuurlijk 5, maar dat laat ik aan jou over. Ook daarvoor geldt, een tekstje zou leuk zijn. Dat hoeft niet, want dat is misschien juist een drempel om dat te doen. Maar daarmee help je mij ook om mijn podcast en mijn video en mijn YouTube. Nou, YouTube werkt trouwens anders. Maar verder te laten groeien. Dus als je dat wilt doen van mij, dank je. Ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot de volgende video of podcast.